Vandaag zijn we bij de Dorcaswinkel in Winsum. Op 11 mei viert de winkel zijn 5-jarig jubileum en daarom kom ik deze heerlijke bonbons brengen. Kom je mee? Goedemiddag. Hi. Ik heb voor jullie bonbons meegenomen aangezien jullie 5 jaar bestaan. Dus ik wil jullie hier eigenlijk mee feliciteren. En wie zal ik hem geven? Yes. Dankjewel. Dat lusten we wel. Het jubileum is in de week van 9 tot 15 mei. De eerste dag maandag is er een vrijwilligersdag. Dus worden alle vrijwilligers die worden hier ontvangen met koffie en gebak. En vervolgens gaan we een wandeling door het dorp maken met een dorpsgids. Want Winsum is ook nog het mooiste dorp. Er is een springkussen, allemaal ballonnen, koffie en gebak voor de klanten. Dus we proberen er echt wel even een feestje voor te maken voor onszelf, maar ook zeker voor de consumenten. In mei zijn we open gegaan in 2017. We waren hier voor die tijd al met glaswerk en de winkel boeken en zo. En officieel zijn we 11 mei open gegaan. Ik ben hier vrijwilliger omdat ik het super mooi vind om iets voor andere mensen te betekenen. En ook omdat ik ben een tijdje ziek geweest en dat was voor mij een hele mooie manier om weer terug te komen. Gewoon leuk iets voor andere mensen doen. En eigenlijk is het ook leuk om hier zelf te werken. Een soort bezigheidstherapie. Gezellig met andere vrijwilligers. Ja, ik vind het heel mooi. Ik mag hier heel graag werken. Doe het ook met plezier, anders deed ik het niet, hè. Ik kom hier eigenlijk vanaf het begin toch minstens 1-2 keer per week. Ik kijk voornamelijk naar muziek en boeken. Iedere keer een nieuwe aanvoer en het staat goed gesorteerd. Ik vind het al heel mooi iets dat we al 5 jaar bestaan. En ik hoop ook dat er gewoon 5 jaar weer bij komen. Of 10, 20, 25. Ja, dat we nog een hele mooie toekomst hebben. En iets kunnen betekenen voor andere mensen om ons heen. Zo te horen belooft het een leuk jubileumfeest te worden hier in Winsum. Kom jij ook snel langs?